ik ben Laetitia en we zijn hier bij Karya Groep, het bedrijf waar ik ondertussen al 4 jaar werk. In dit bedrijf leveren we technologische diensten en oplossingen aan automotive bedrijven. Vandaag gaan we ons meer verdiepen in wat de teams binnen Karya juist doen. Let's go! We hebben hier een heel mooi uitzicht over het Karya bedrijf. Vandaag ga ik een dagje meelopen met 4 van onze collega's. Super. Iemand van support, iemand van IT, software development en dan ook nog my guest. Heel tof. Hoe werken die verschillende mensen met elkaar? We hebben zijn teams gestoken, rond klanten verzameld. En zijn zeer multidisciplinair, dus ze weten allemaal van iets veel en samen weten ze veel van alles. En eigenlijk alles onder één dak. Omdat we denken dat we daardoor best onze klanten kunnen helpen. Ik ga het vandaag zelf ondervinden. Succes, allez. Laten we ons aan beginnen. Ja. We zijn hier toegekomen bij het software development team, waar ik heb afgesproken met Alexander. Goedemorgen, alles goed? Ja, met u. Goed, goed. Wat gebeurt er hier binnen het team software development? Ons werk is zeer gevarieerd. Het kan gaan van bugfixing, als een klant een probleem heeft of onze helpdesk geraakt niet volledig, krijgt een probleem niet volledig opgelost, springen wij verder in om meer in de diepte te gaan kijken. We starten nieuwe klanten op, we zetten klanten van een oudere versie over naar een nieuwere versie. Ja, super gevarieerd. Ja. Zou ik eens een keer mogen meekijken? Absoluut, ja. Ik denk dat hij goed bezig is. Hey Sabine, vertel me eens een keer, wat doet het supportteam binnen Karya juist? Zoals de naam het zegt, ondersteunen wij de klant. De gebruikers bellen ons of maken een ticket aan als ze een probleem hebben in Karya en wij lossen dat op. Ja. En wat is in Karya juist? Dat is het programma, een DMS. Ja. Dus dat als je mee in de garage werken. En wat houdt jou of vind ik ze juist in? Dus ik doe puur support. Dus dat wil zeggen dat de gebruikers bellen of maken een ticket aan en ik bel de klant terug of ik verbind mij op de server of ik verbind mij bij de klant op zijn scherm en dan simuleert hij mij het probleem en ik probeer het op te lossen. Oké. En wat vind je leuk aan de job? Contact met de gebruiker. Ja. Oké. Bedankt, Sabine, voor de uitleg. Nu heb ik een beter inzicht van wat er in je team allemaal gebeurt. Super. Zo, we zijn hier toegekomen bij het Team IT Infrastructure, waar ik even ga babbelen met mijn team. Hey. Ga je met mij wandelen maken? Even iets aftijpen. Just wait. Dan. Wat gebeurt er allemaal juist in dat team? Ja, IT is eigenlijk de basis. Hè. Zonder hardware kunnen we geen software laten werken. En hoe is jullie team opgedeeld? We hebben 3 grote luiken. We hebben support, de mensen die tickets doen. We hebben de onsiders, de mensen die bij de klanten zelf gaan en daar ter plekke installaties doen. En we hebben het infrastructure team. Dat zijn de mensen die de servers onderhouden, het netwerk onderhouden en gaan plaatsen. Ja, oké. En wie is de tofste collega? We zijn toegekomen bij mijn team, het My Guest team. En hier doen we digitale marketing. Hey guys! Hey Kim. Hoe kunnen we My Guest situeren binnen Karya? My Guest is eigenlijk de dochteronderneming van Karya. Karya is eigenlijk een beetje zij zorgen voor het DMS-systeem bij de dealer. En wat My Guest daar dan eigenlijk aan doet, zij vullen dat eigenlijk aan met allemaal marketinggerelateerde zaken, om eigenlijk voor de concessie nog meer die customer journey naar voren te brengen en nog meer contact te hebben eigenlijk met hun eindklanten. En hebben we hier toffe collega's zitten? Ik moet zeggen, we hebben echt een super top team. We hebben verschillende persoonlijkheden en iedereen draagt, vind ik, toch wel ergens zijn steentje bij, dus... Oké, merci voor de babbel, het was gezellig. Ik ga nog wat verder vloggen. Oké, super. Hey. En Laetitia, hoe is je dag geweest vandaag? Heel leuk eigenlijk, heel boeiend. Communicatie is ook iets heel belangrijk, heb ik gemerkt. Binnen de verschillende teams. Dus mega chic, echt.
Ik ben onder de indruk. Oh, nee, tof, tof. Kan je al meegeven waar dat je naartoe wilt met Karia, de toekomst toe? Ik denk dat er één zeker is, dat alles is onzeker in onze sector tegenwoordig. Maar we zijn al jaren bezig om ons daarop voor te bereiden. Dus, en ook met samenwerken, hoe kunnen we dat best doen in steeds veranderde omstandigheden. Ik weet absoluut niet wat de toekomst ons brengt, maar ik weet wel dat wij ongelooflijk goed erop voorbereid zijn. Bedankt. Super, dankjewel. En succes met je vlog. Merci.